Nou, welkom allemaal. Goedenavond en voor de kijkers ook online van welkom. Vanavond gaan we weer wat filmpjes behandelen. Het eerste filmpje is van CBN News. Dit gaat over een heks of iemand die New Age deed. En dat is deze vrouw hier. En die wordt geïnterviewd en die spreekt en die waarschuwt over de gevaren van kristallen, hekserij en de eventuele demonen die daarbij komen kijken. Zij heeft zich bekeerd en is tot geloof gekomen. Ze vertelt over haar ervaring daarvan. En als waarschuwing voor christenen die misschien ook nieuwsgierig zijn in deze praktijk of misschien ongemerkt hier ook aan deelnemen. So I want to talk about crystals with you, and we'll get a little bit into herbs as well, but crystals have become this massive phenomenon. Young people are using them, and we'll talk about those numbers in a bit, but can you tell us a little bit about what this process, or this practice rather, of using crystals entails? This is so new age in depth, using crystals for protection, for to ward off evil, for enlightenment, to bring about psychic awareness, to place on chakras, thinking you're going to... Ja, wat ze hier zegt, die kristallen is eigenlijk onderdeel van new age. Ik weet niet of mensen daarmee bekend zijn, maar new age, daar benoemen ze ook een paar dingen. Dat zijn bijvoorbeeld chakras, helende stenen, die op dit moment heel in trek zijn bij heel veel mensen. Die bijvoorbeeld bescherming zouden moeten bieden, of gezondheid, of verlichting. Of, er zijn heel veel verschillende type stenen die dat claimen te zouden doen. Wat ze natuurlijk niet doen, maar heel veel mensen geloven daar wel in. Daar spreek ze over. Open them up and use the energy from the crystals. This whole thing is relying on energy with crystals. I had a crystal heart rose quartz a pendant made for myself because I believed it was going to draw love. Ja, wat ze hier verder zegt is dat het vooral te maken heeft met energie. Dat de kristallen energie zouden moeten bevatten. Zij had er een met een hartje die haar bijvoorbeeld liefde zou moeten geven. De energie van liefde. I was also manifesting at the time my spouse, my future spouse. But people are going to crystals all the time for protection. They believe it's going to protect them from negativity, from illness. All sorts of things, Billy. It's really scary. And it's big. It is scary. Ja, wat ze verder ook zei van een ander onderdeel wat ze toepaste was manifesteren. Dat is eigenlijk een andere vorm van proclameren. Alleen dan niet proclameren in de naam van Jezus. Maar zeg maar zelf het over van ik verdien dit. En zij... deed dit voor haar toekomstige man, dat ze daarmee bezig was. En wat ze ook zei, van dat veel mensen deze kristallen dus gebruiken voor de bescherming van negatieve energie. Dus bijvoorbeeld ziekte of angsten of wat dan ook, zeg maar, dat ze het daarvoor onder andere gebruiken. And it's interesting because this history apparently goes back hundreds and thousands of years. This is not a new practice of seeing these stones as having some sort of power. I mean, it almost sounds, on the surface, almost laughable or ridiculous, but yet many people, this is a very real practice for them. You talked about your own practice there, and I don't know a lot about the different stones, but I know rose quartz is one, obviously, for creating relationships, and there are a number of other ones that are out there that people use. Let me throw the number out of you, because we were given some statistics by Springtide Research that 44% of young people, 44% between the ages of 13 and 25, are using... Ja, wat hij hier dus onder andere benoemt, is dat het enorm populair is en dat je je zou afvragen en dat het ook al best wel een oud iets is.
Maar dat het de laatste tijd razend populair is, ook tussen jongeren, dat 44% van de jongeren tussen 13 en, volgens mij, als ik het goed hoorde, 25 gebruiken dit of hebben dit gebruikt. Dus dat is bijna de helft. En dat geldt dan misschien specifiek voor in Amerika, maar ik denk dat het ook wel heel erg toepasselijk is van hier, want vanuit mijn omgeving hoor ik ook veel mensen erover praten. Al dan niet online of wat dan ook, wat je voorbij ziet komen, maar dat is een enorm groot ding. Onder andere manifesteren of chakra's en dat soort dingen. Waar je van zou denken van, ja, waarom, als je niet in God gelooft, waarom geloof je dan wel in dit? Dat vind ik voornamelijk een heel opmerkelijk iets. Crystals and herbs. What is your reaction to that statistic? Well, I'm heartbroken by that to start, because it just shows how deceptive the devil is, number one, and how he's not even hiding. These kids are so exposed to witchcraft these days, and they're really looking for something. They're really looking to feel better. They're really looking for identity. They're looking for love. They're looking for all the things that only God can do, but they're not hearing about God. Ja, wat ze verder hier zegt is dat ze heel erg geschrokken is van dat getal en dat ze het heel erg vindt, omdat heel veel jongeren dus daardoor uiteindelijk wel zoekende zijn naar een bepaalde toenadering van liefde of bescherming of wat dan ook. Maar dat ze dat dus gaan zoeken, alleen zoeken op deze manier en niet bij God. En wat ze ook zeggen, van dat eigenlijk de enigste plek waar ze dat kunnen vinden, die bescherming en die liefde en wat ze zoeken, dat het eigenlijk alleen maar te vinden is bij God. En dat God de enigste is die dit kan geven. Dus dat heel veel mensen eigenlijk, heel veel mensen verdwaald zijn. They're hearing about crystals. And it's glamorous and it's trendy and it's spiritually dangerous. It's witchcraft, Billy. It's witchcraft. Because you are invoking, once you go to that crystal and you think you're going to manifest something from that, whether it's health, protection, increase your happiness, increase your wealth, what have you, self-confidence, you are invoking demons. Because the demons are the ones that have the power. I have to tell you, the crystal is a rock that God created. It can't do any of those things for you. Ja, wat ze hier ook mooi zegt van dat de mensen die dit dus, zeg maar, gebruiken, dat het uiteindelijk niks doet. Want God heeft deze stenen gemaakt en het enige wat het doet is, het is een vorm van hekserij. Want ze roepen eigenlijk demonen op met die kristallen. Dus doordat ze zeggen van, ik koop dit kristal en ik zet het neer en je gaat manifesteren, eigenlijk een soort van bidden naar het kristal, in zekere zin, roep je eigenlijk een demon op. Een demon die bijvoorbeeld je zou moeten beschermen, of een demon die je bijvoorbeeld welvaart zou moeten geven, en dat is wat je aan het oproepen bent op dat moment. Maar die steen, het is gewoon een steen wat God gemaakt heeft. Het is niks. Het is gewoon door God. Well, let's go there, because what you just said is incredibly important about what is going on here, because there are people who are going to say, well, I use crystals and they're wonderful, they're changing my life, they're you know, the rose quartz is bringing me love and positive relationships, and they're going to see that their use of these stones, right, that is what is doing this. But what you're saying is that by putting their faith in that, and correct me if I'm wrong here, by putting their faith in those stones and trying to use them in that way, they're actually attracting evil in that, and that's where they're seeing these quote-unquote positive benefits that aren't necessarily positive. That's right, 100%. You hit the nail on the head. They're making a choice willingly to put their faith and trust in God's creation rather than the creator, rather than God who made those beautiful rocks. And yeah, wat ze hier ook mooi zegt van heel veel mensen die zeggen van ja, maar het levert mij juist positieve dingen op, zouden dat kunnen zeggen. Maar ze hebben niet door dat het eigenlijk demonen zijn die dit voor hun bewerkstelligen. En dat ze zich maar af moeten vragen of het werkelijk positief is wat ze meemaken. Maar wat het bijzondere ervan is dat deze mensen dus bidden en manifesteren naar deze stenen. En dat ze eigenlijk dus wel erkennen dat er iets is. Alleen in plaats van dat God die de steen gecreëerd heeft, dat ze dat wel willen aanbidden, maar God zelf niet, die het geschapen heeft.
En dat is zo het misleidende van deze stenen en hoe de duivel dit ook aan heeft gepakt. Want in plaats van het geloof in God, is het geloof in een kristal, wat God zelf gemaakt heeft. Dus dat is zo geniepig. He did make them and they're beautiful and that's where it ends. So when you start using them for divination, for witchcraft, and you may not realize that that's what you're doing, but that's what it is. You are invoking demons, and the demons are the ones who are manipulating circumstances, who are planting ideas. And some of these things become almost self-fulfilling because the demons really can manipulate things around you. And you'll pay attention to those patterns or to those circumstances and make things happen too. Yeah, and you know, this other... Ja, wat ze hier ook zegt van voor de mensen die zeg maar zelf dit hebben en denken van het werkt voor mij heel goed. Zeg maar, de demonen hebben ook de kracht om zeg maar bepaalde dingen te manipuleren. Wat ervoor lijkt dat het heel positief is. Dus dat zij bepaalde omstandigheden zo kunnen manipuleren. Zeg maar, ik noem een voorbeeld. Engelnummers. Ik heb daar vroeger ook wel eens naar gekeken. En op een bepaald moment, als je daarin begint te geloven, dan denk je dat elk nummer zo'n nummer is. Ja. En dan ga je er heel erg op letten. Dan denk je echt van, wow, wordt echt tegen mij gesproken. Maar dat is dus precies het ding wat demonen aan het doen zijn. Ja. Want zij weten van, oké, jij gelooft hierin. En jij haalt hier bewijzen van positief of bepaalde richting uit. Dan manipuleren ze het zo dat je het overal tegenkomt. En dat je zo op die manier je leven gaat leiden. Wat natuurlijk niet de bedoeling is. Piece of this puzzle, because when Springtide asked young people, they sort of clumped together this use of crystals and then, you know, herbs. And there are a lot of different herbs out there apparently for different things. And it's an interesting conversation because, and I want to separate this out and feel free to maybe speak to this when I'm done and correct me or add or agree. But, you know, it's one thing to use essential oils or to use herbs to heal things that God's given us. You know, we take them because we take vitamins, let's say, that have certain things in them, medicinally or for health. It's another thing to rely on these herbs in a magical sense. Do you want to speak to that at all? Absolutely. I would say the biggest one that's... Ja, waar hij hierover spreekt is dat er ook heel veel mensen dus aangaven dat los van dat ze met deze kristallen gebruik van maakten, dat ze ook gebruik maakten van bepaalde planten. Dus denk hierbij aan paddenstoelen die je kan gebruiken, of ook wel paddo's genaamd, wiet of andere substanties die een bepaalde ervaring zouden moeten meemaken, een spirituele ervaring met een andere dimensie of op wat voor manier dan ook, waar je wijsheid of verlichting uit zou kunnen krijgen, zeg maar, dat zijn mensen waar mensen tegenwoordig mee experimenteren en daar gaat zij meer over vertellen. Hands up to me, of course, is sage, and that is so trendy. I hate to use that word, but it's true. Burning sage is called smudging, and it was a Native American cultural practice. They believed that they were purifying their space around them, getting rid of negative energy. And of course, that trickles into, you know, clearing your space of demons. As a former psychic medium, that was a part of my ritual before doing readings. We would sage the room. I got hired to smudge people's homes, and I would be channeling. And the idea, again, is that the sage will protect you from demons. Yeah. Ja, wat ze hier mooi zegt, dit ging dan specifiek over wierook en het gebruik daarvan. Dat kwam van de Indianen vroeger. En daar vertelde ze zelf ook over wat ze onder andere zelf ook deed. Dat ze mensen haar uitnodigde om zeg maar wierook te branden. Omdat het vanuit dat oogpunt werd gezien dat het beschermend zou werken tegenover negatieve energie of eventuele demonen. Dus tegen... dat het daar bescherming tegen zou bieden. Dat doet het natuurlijk niet, want de demonen schrikken daar niet van af. Maar toch zijn er heel veel mensen die nog tot op de dag van vandaag denken dat wierookbranden hun gaat beschermen. En ja, dat is een ander valkuil en daar gaat ze zo verder op in. Ik wil trouwens nog één ding zeggen van een ander voorbeeld, misschien wat ook heel tastbaar is voor mensen, is misschien het gebruik van horoscopen. Dat is in zekere zin... Van mensen kijken van wat voor sterrenbeeld heb ik bijvoorbeeld.
Van, en op wat voor moment en wat voor karaktereigenschappen passen daarbij. En die karaktereigenschappen die daaronder staan, vervolgens gaan mensen daarin geloven. Maar wat ze eigenlijk aan het doen zijn, is ik accepteer die demon die onder deze categorie valt. En die laat mij zich zo gedragen, wat precies valt op wat, welk sterrenbeeld jij dan zou moeten zijn. Dus vind je het gek dat je dan heel veel mensen gaat krijgen die in een bepaalde maand, die dezelfde maand als jou geboren zijn, die hetzelfde sterrenbeeld hebben, die zich in karaktereigenschappen hetzelfde gedragen. Dat komt omdat je die demon van die maand hebt toegelaten en die jouw karakter bepaalt. Dat ben jij zelf niet. Dat is niet per se hoe jij bent. Or from this negative energy. But the truth of the matter is that demons don't care about Sage. They're not afraid of Sage. They're only afraid of Jesus Christ. So I argue that even going to Sage or any other herb, if you will, and you're putting, again, your faith and trust in these items, these created things, for your protection, for your spiritual safety, you're invoking, you're attracting. I mean, I'm sure they're laughing. Those demons are laughing at you. You're not protecting anything. It's a horrible thing to do. It's a horrible idea. Sage is delicious for eating and for cooking. I like to cook. I use sage. Very good. But not. It won't do anything for you in regards to satanic attacks, demonic attacks, demonic oppression. Ja, wat ze hier ook zegt van over het gebruik van wierook, dat het eigenlijk niks uitmaakt en dat de demonen daar totaal niet bang voor zijn. En het enigste waar ze wel bang voor zijn is Jezus Christus. En dat is wat ze hierin benoemt. En dus voor de mensen die ook kijken en zeg maar zelf hier gebruik van maken, zou ik ook echt zeggen van, mocht je gebruik van maken van wierook en als reiniging van je huis, doe dat niet. Doe het gewoon met zalfolie en roep Jezus aan. En dat Jezus het huis zegent, dat Jezus het huis beschermt. Want hij is de enige waar de demonen en waar de slechte energieën, hoe je het maar ook wil noemen, je van kan beschermen. En niks anders. If anything, you will become oppressed by using it and by burning it. And Christ is greater than culture. And that is, and I love what you just said, because you see a lot of TV shows, right, where people are doing this. They're burning sage and they're doing it to get rid of the negative energy. Or people buy a new house and they have somebody come through and do it. Which is what, this is something that you did in your previous life, right? This is how you behaved. And just to get into your mindset back then a little bit and to help people understand, because you spoke to it a little bit, but I want to dig in a little there. Obviously, what you are channeling as a psychic comes from the demonic realm, but psychics don't necessarily believe that. They believe it's coming from these spirit guides or something positive. What is it, this negative energy? If you put yourself back in that place of being a psychic, what did you believe you were combating or protecting them from? What was that? It's so. Ja, wat hij hier ook zegt over wat zij voorheen deed, want het was onderdeel van wat zij deed. Ze was, ik weet niet of het juiste woord fysist is, maar iemand in ieder geval die zich zeg maar kon inlaten met de spirituele wereld en bepaalde dingen kon zien. En hij vraagt hier ook van, waar denk je eigenlijk dat je ze van beschermde en werkte dat ook echt? Interesting, because when I think back on that time, I definitely knew there was a dark side, if you will. Like, I knew there was something evil. The New Age, a lot of people don't believe in hell or Satan. I don't think I thought it was Satan or a demon, but something definitely scary. I mean, I would see demons manifest, looking like the Grim Reaper, seeing like these scary animals, or if you would, you know, not a ghost, but like a demon animal taking the form of an animal. So I knew there was something bad and something, you know, kind of like when you think of light versus dark or good versus bad. So I knew that. And I believed that sage, burning that sage or that process would protect me from that. Protect me from those scary aspects. And of course it didn't. Ja, wat ze hier ook mooi benoemd van, zij zag dus ook, ze geloofde toen de tijd nog niet. En heel veel mensen die dit dus doen, die geloven niet dat er een hel bestaat of dat demonen bestaan. Maar waar ze wel dus in geloofde, of in ieder geval zij, was dat er goed en slecht was. En zij zag dus zelf ook wel gewoon demonen
of gewoon donkere figuren. Dus dat heeft ze ook wel gezien. Alleen ze wist nog niet op dat moment dat het demonen was en dat hel bijvoorbeeld bestond. Maar zij dacht dus dat ze door het verbranden van wierook, dat ze echt die mensen aan het beschermen was, of haarzelf aan het beschermen was, terwijl dat uiteindelijk helemaal niks deed en niet hielp. It only works. That makes sense too, and I would imagine, you know, and we can get in the weeds here a little bit, but if you are, not you, but I'm saying, hypothetically speaking, of evil demons, if you're evil and you're trying to convince somebody of something, you may behave in a way that makes it seem like the sage is helping, right? Or makes it seem like trying to build faith in the wrong place for people who are using these things. Would you say that that's an accurate depiction of what often happens in these dynamics? Oh, 100%. And it makes me think, you know, of 2 Corinthians 11:14 and 15. Satan masquerades as an angel of light. It's going to have to seem good and look good and appealing and like the solution. And of course, it's the problem and not the solution. I mean, when I was in that divination group that... Ja, wat hij hier ook mooi vraagt. Hij vraagt aan haar van, heb je ook het idee dat door naar die mensen toe te gaan en dat je dan zei van dit gaat jullie helpen, dat het ook echt, dat mensen die juist daar ook dachten dat het ook echt hielp. Dus dat ze eigenlijk misschien zelf het nog niet per se zagen, maar doordat iemand anders die bijvoorbeeld zei in haar vroegere leven, zei van hey, dit helpt ter bescherming van jullie huis, jullie hoeven je geen zorgen te maken, dat die mensen daar ook in gingen geloven. En wat ze hier ook in zegt over, in Corinthië staat een bepaalde verse, dat de duivel zichzelf laat presenteert als een engel van het licht, maar dat dat eigenlijk niet is. En dat in dit geval dat eigenlijk vergelijkbaar is. Het ziet er allemaal heel goed uit, het ziet er heel aantrekkelijk uit, heel mooi, maar eigenlijk wat in plaats van dat het de negatieve energie of de demonen zeg maar weg laat uit hun huis, zorg je er eigenlijk voor dat je het juist erger maakt. Dus je lost het probleem niet op, je maakt het alleen nog maar erger. But I was in when we were smudging and we had the crystals in there. We had a lot of people that did crystal readings. I mean, it was a beautiful room with a really nice woman and really nice people, and we all wanted to help other people. I mean, there was nothing sinister looking about it at all. Very deceiving. It is. Well, and all of this is really, and the thing that, you know, as we sort of round out the conversation on this, because there's so much to unpack, but I think a big question people have when they see statistics and numbers showing that 21% of young people are using these things weekly and that 44% overall are engaging in them. And that's just crystals and herbs. There was no question in here about tarot cards or any of the other pieces of witchcraft that we have talked about. But what do you think, when you look at the culture and where... Ja, wat hij spreekt nog even over de statistieken en hij vroeg haar nog, of ze vertelde nog over haar ervaring, dat eigenlijk alles wat ze deden, want ze werkte dan samen met andere mensen, en dat ze bijvoorbeeld ruimtes hadden waar kristallen gelezen werden bijvoorbeeld, en dat alles er heel mooi uitzag. Alles zag er heel aantrekkelijk uit. Heel netjes, heel schoon. Gewoon aantrekkelijk met mooie kleuren. En gewoon heel positief. En ze hadden ook echt het idee dat ze die mensen aan het helpen waren. Maar eigenlijk maakten ze die problemen voor die mensen alleen erger. En dat is gewoon het misleidende van wat de duivel doet. Is dat hij alles heel mooi eruit laat zien. Maar dat het eigenlijk helemaal niet mooi is. Maar juist problemen oplost. Of problemen veroorzaakt voor deze mensen. En ja, hij zei dat deze cijfers die eerder genoemd werden, dat 21% van deze groep wekelijks gebruik van maakt van die kristallen. En of eventuele drugs om dat te zoeken, of wierook of wat dan ook, wat ze dan gebruiken. Dat is wekelijks. En 44 of 41% dus in het algemeen, of die het gebruikt hebben of die het nog doen. En dat was alleen specifiek voor deze kristallen en het gebruik van wierook of andere substanties. Dus nu niet eens tarotkaarten of horoscopen of wat dan ook, van dat staat er nog compleet los van. Dus waarschijnlijk als dat erbij zou komen, dan zou dat nog veel meer zijn. Here we are. What do you think is driving this explosive expansion of the use of these sorts of tools?
I think we have the same old problems. The kids have problems. We all have problems, right? So we're always looking for that solution. But in our culture now, they are loaded with witchcraft. It's everywhere you go. Five Below, I call that witchcraft on a budget. Instagram, social media, cinema, the movies, Ouija boards. I mean, it's everywhere. It's on the shows. It's on Netflix. Ja, wat hij je vraagt is van hoe zij denkt dat het komt dat het nu in één keer zo enorm groot wordt. En zij benoemt dat iedereen heeft wel problemen of heeft problemen. En de reden waarom dat ze dan hierbij gaan zoeken is omdat ze willen dat die problemen opgelost worden. En een andere reden waarom dat ze dan per se daaruit komen is omdat het zoveel overal tegenwoordig vind je dit soort dingen, kom je dit soort dingen tegen in winkels. Je hoeft maar in een winkel binnen te lopen en je ziet een Boeddha-beeldje met, oh hier, dit voor positieve energie. Of hier kun je een ketting krijgen met een boos oog die je van demonen of van boze geesten zou weghalen. Van, het maakt niet uit waar je gaat, social media, Netflix, dus op streaming services, op YouTube. Zeg maar, noem het maar. Er zijn mensen die zeggen van, oh kijk, ik heb dit probleem. Wat doe ik? Ik mediteer elke ochtend. Ik spreek bepaalde zinnen uit. Eigenlijk zoals wij proclameren. Dat zij dat benoemen, manifesteren noemen zij dat met een ander woord. Dat zij dus zeggen van vandaag zal ik blij zijn. Vandaag zal ik alleen maar positieve dingen meemaken. Ik noem maar wat. En dat soort dingen, dat benoemen zij op YouTube-video's. En mensen denken van, hé, ik voel mij heel erg negatief. En deze mensen doen dat om juist positief te worden en zeggen, hebben daar positieve ervaringen mee. Dus gaan we dat zelf ook proberen. En daardoor word je zo misleid, omdat het allemaal heel positief en goed klinkt. Maar eigenlijk zorgt het voor meer problemen. This is our children's culture. This is their culture. As a matter of fact, it's heartbreaking, those numbers, but is it really shocking? I mean, it's heartbreaking, but it's not that shocking. It's everywhere you look. It's every spa. It's on every street corner now. You have metaphysical shops. Everything's about the crystals. And these kids are going through, I think they're so overstimulated too. They're loaded with anxiety. They're loaded with depression. And they're looking for help and they're looking to feel better. And this is what their culture, I mean, the devil's not hiding in today's day. I'm not saying that he necessarily was hiding, but he's bold and he's blatant and he's out there. And the kids are exposed to it constantly. Ja, wat zij hier ook zegt is dat het vooral ook naar kinderen toe gefocust is door de duivel. En dat de kinderen er zo aan blootgesteld worden. En juist als je ook terugkijkt naar de cijfers, ook hier in Nederland, is dat er heel veel depressiviteit of negativiteit, zeg maar mensen met suïcidale gedachten, al in hele jonge leeftijdsgroepen zijn. En die mensen die hebben problemen en die zoeken hulp. En ze worden zo hiermee doodgegooid dat dit de oplossingen voor hun zouden kunnen zijn, dat ze dit ook gaan proberen en eigenlijk alleen nog maar verder wegzakken. En je hebt enorm veel nieuwe winkels met wat van die helende kristallen zou moeten zijn. Bijna elke stad kun je wel een paar winkels vinden die dit soort dingen verkopen of andere dingen aanbieden. Zoals ik net al zei, muziek, video's, social media. Als je op Netflix kijkt, dat is geen grap. Je hebt zoveel. Je hebt een serie dat heet Hellboy. Nou, dat zou een zoon van de duivel moeten zijn die dan positieve dingen zou doen. Je hebt letterlijk voor kinderprogramma's van 6 jaar van een kleine demon. Little Demon heet het volgens mij, die show. Dat soort dingen. En daar worden kinderen aan blootgesteld. And especially on the TV shows, the Kardashians, all the way as young as a cartoon called The Casagrandes, I believe that it was called, there was smudging on there. You know, the abuelo was saying, hey, listen, there's some evil energy in here, an evil spirit. This is how we get rid of him. SpongeBob SquarePants, of course, I talk about that a lot with the CG board, which is the Ouija board. Our kids almost can't get away from it. Wat ze hier ook benoemd is, een klein voorbeeld is SpongeBob blijkbaar, dat wist ik niet, maar een Ouija board noemden ze het. Maar ja, dat is eigenlijk een andere vorm van een Ouija board. En ik weet niet of de mensen daar bekend mee zijn, maar dat is een board waar dan nummers of cijfers en nummers op staan. En dat je dan met
geesten zou kunnen praten, wat eigenlijk demonen zijn. En vooral als je dat doet, ben je dus demonen aan het inlaten. En zorg je dat je daardoor heel erg lastig kan gevallen worden. Geef je eigenlijk toestemming voor deze demonen in je leven. Dus ook op het moment dat je gestopt bent met spelen of denkt van nu ben ik er vanaf, ben je niet. Ze lopen gewoon met je mee, ze gaan, volgen je mee in huis en ze vallen je lastig. En je gaat er echt heel veel last van krijgen. Dus doe het vooral niet. Really, we have to lock down on the social media, the cinema, like I said. So I feel terrible. They're so exposed to witchcraft. Well, and it really is a natural progression. You have a number of things happening right now. When you push the Judeo-Christian values out of the way, and you say they're not going to be in school, they're not going to be in culture, they're not going to be in Hollywood, they're not going to be anywhere. And of course, there are little projects here or there, little movies here or there, but the reality is the culture has moved in a direction that has created this vacuum. And if as Christians we believe that God designed us to have a relationship with Him and that there's going to be an internal sort of compass pointing us towards something divine or something bigger than ourselves, when you push God out of the way, people are going to look for that. And it seems like a lot of young people in record depression, suicide, overdoses, we're seeing all this effect, but we're also seeing that gravitation toward the occult. And so... Ja, wat hij hier ook mooi zegt, van door juist dat de cultuur aan het veranderen is, en dat de cultuur zo erg weggeschoven is van God, maar dat mensen nog steeds wel op zoek zijn, maar doordat de cultuur zo gefocust is, en dat er op social media en op en hoe ons, en gewoon sowieso op het nieuws ook. Ik noem maar een voorbeeld. Zelfs nieuws promoot dit soort denkwijzes. Die posten bijvoorbeeld laatst, ik weet niet meer waar het was, of het nou in Amersfoort was, of Utrecht, of in de buurt, dat ze ereherstel doen voor heksen van vroeger. Ik bedoel, van dat is wat het nieuws laat zien. En die zeggen van ja, dat was overdreven, en zo moeten we niet denken. Maar wat ze eigenlijk aan het doen zijn, is mensen die dat lezen, zeg maar zo laten denken van, oh wacht, dus dit moeten we ervan vinden. Eigenlijk was dat helemaal niet terecht. Wat er gebeurd is, heksen zijn niet zo erg. En vervolgens heb ik ook een artikel gelezen die zei van, ja, heksen die bijvoorbeeld praten over een positieve vader, Nederlandse heksen. En die zeiden van, ja, als jullie geïnteresseerd zijn, kunnen jullie hieronder, hier op deze website, kunnen jullie voor meer informatie en kom gerust langs. Wat gewoon een uitnodiging is, en dat wordt gewoon op nieuwswebsites, wordt dat gewoon geplaatst. Op gewoon grote nieuwswebsites. Dus zo erg... Focus op het spirituele, maar eigenlijk het occulte, om het zo maar even te noemen, want dat is niks meer anders dan occult. Mensen zijn op zoek. En als je kijkt naar de getallen van mensen die suïcidaal zijn, die zich niet lekker in een vel zitten, die depressief zijn, kun je afvragen van, hoe kan het toch dat nu we zo gefocust zijn op dingen die niks met God te maken hebben, dat mensen zich zo ongelukkig gaan voelen? I guess my final question to you, and I don't know what your thoughts will be on this, but in light of that fact that we actually see, and none of this is positive, but there's clearly a thirst for something bigger. That is the part of this that is actually interesting, right? How can we as believers, especially as somebody who came out of this world of the occult, reach people who are engaging in these things? The exact way that the devil is doing it. Use these platforms, use our ministries for God's glory, and keep letting people know, keep making people aware. So people like me and other ex-New Agers, we're on YouTube, we're on TikTok, we're on Instagram, and we're out there, and we need to go into the churches. We were just talking about that a moment ago, so that we can make parents aware. How much is this being preached right now in the church? So we need to do our best to keep making the kids aware, talk to the kids too. I don't know about you, but I know that my daughter, I'm around her friends, and they used to, you know, congregate around the island in my kitchen while I was cooking dinner and giving me the opportunity to talk about Jesus Christ. That's what we need to do, especially in lieu of the fact that schools, I mean, just real quick to go back one second, because we were talking about... Ja, wat ze hier ook mooi zegt, van de vraag kwam voor haar, van wat kunnen wij eraan doen, juist om mensen ervoor te beschermen. En wat zij benoemt, is dat we mensen er bewust van moeten maken, dat we erover moeten blijven praten. Net zoals de duivel eigenlijk doet. De duivel promoot het extreem veel en wil ervoor zorgen dat de focus weggelegd wordt van God. Maar dat wij juist zoveel over God moeten praten en juist licht moeten schijnen op deze punten. Ook binnen de kerk, binnen onze gemeenschap. En vooral ook op de kleine kinderen letten wat ze doen en daarover spreken.
dat we hun hiervoor kunnen behoeden en hopelijk ervoor kunnen zorgen dat ze zich hier niet mee inlaten. Movies and cinema and everything, and the schools, and like you mentioned, the world is trying to push God out further and further away every day. Schools don't want God in there. They want satanic clubs. They want, you can be whoever you want. You can do whatever you want as long as God is not involved. So we need to, if your kids are in public school, I pray, and I'm really praying for parents, Billy. I really am. My daughter is going to be 22, so I'm not in that, you know, the small child range anymore. So my heart goes out, and I'm praying for all parents. But let's keep speaking up and using all these things, because technology is not scary. God will use it. God is using it. And let's get into those churches and help equip parents with the truth of Christ. Now, Ja, wat ze hier ook mooi zegt, van ze heeft het over de kinderen die natuurlijk naar school gaan, jonge kinderen. En dat school eigenlijk ook heel erg hier een rol in speelt, die eigenlijk dit soort type gedachtegoed ook heel erg aan het pushen is. Bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld van LHBTI-gemeenschap. Van alles is goed, alles mag, alles kan en je mag alles zijn wat je wil. In de zin van of je nou man, vrouw of wat dan ook voelt of ervaart. Dat wordt natuurlijk ook heel veel al op de basisscholen. Ook hier in Nederland zijpelt dat wel door. Ik was laatst lentekriebels. Ik heb even het programma doorgelezen en bepaalde dingen die daarin terugkwamen. Dat zijn dan openbare scholen, maar het zou mij niet verbazen. Volgens mij is het zelfs verplicht op alle scholen. Dus ik denk ook op christelijke scholen komt dit ook terug. Dus die inclusiviteit is echt heel belangrijk om voor te zorgen dat je je kind hier bewust van maakt en erover blijft praten. Love all of that, and that is a great place for us to close. Now, you have your own podcast, which we have worked together on. It's X Psychic Saved Podcast. Mm-hmm. You're on all the platforms. People should download that, listen to it. It's incredible. But you also have a book. Do you want to do a little plug for that? Oh, shameless plug, sure. I'm always happy to do that. My new book is Out of the New Age and Into the Truth. And after 2.5 months of spiritual warfare, we finally have it up on paperback or in paperback on Amazon.com. And in this book, I'm actually going deeper into these topics, Billy. I'm talking about smudging. I'm talking about crystals, yoga, Reiki, and of course, psychic mediumship. And there's a gospel presentation in there as well. How could you not? How could you not? Well, that's what you're all about. Your ministry is phenomenal, and I so appreciate you, as always, taking the time to explain. Ja, en uiteindelijk zei ze ook nog als laatste van dat we ook echt de social media kanalen hiervoor kunnen gebruiken. Dus eigenlijk wat we nu aan het doen zijn van het opnemen van een video voor jullie, maar ook via TikTok of wat dan ook, zeg maar precies dezelfde kanalen die de duivel gebruikt om ons te beïnvloeden en dit gedachtegoed te dwingen. Dat wij dit ook als christenen, kinderen van God, moeten gebruiken om zoveel mogelijk mensen hier bewust van te maken en hiervoor te waarschuwen. En aan het einde praat ze nog even dat ze een eigen boek heeft die je kan lezen. Maar voor degenen die dat willen, die kunnen dan het filmpje wel terugkijken. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en nog een fijne dag.